Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering betreurt incidenten met journalisten en biedt excuses aan. Niertransplantatieproject wordt versterkt door Memorandum of Understanding. Overheid met bedrijfsleven in zee voor ordening binnenstad. Leeftijdsgrens voor boostervaccinatie verlaagd naar 18+. En minister Abiyamofo kondigt groots elektrificatieproject aan voor binnenland. De regering heeft bij monden van president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk het incident met journalist Jason Pinas betreurd. De regeringsfunctionarissen hebben net als parlementsvoorzitter Marinus Bey op donderdag 16 december hun excuses aangeboden in het hoogste college van staat. Volgens president Santokhi is de regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Ik heb duidelijk gezegd dat wij het onderzoek afwachten, wat de juiste is gebeurd. Maar in ieder geval toch vanuit deze plaats als vicepresident wil ik mijn verontschuldiging aanbieden aan meneer Jason ook voor het voorval. Het incident is gebeurd, maar in ieder geval, meneer voorzitter, ook aan de Vereniging van Journalisten en ook aan de totale gemeenschap van wat is gebeurd. Dus onze verontschuldiging, maar we wachten toch af onderzoek van wat precies is gebeurd. Direct na het incident hebben wij ons als regering gebogen over datgene wat er gebeurd was. We hebben ons als regering, zeker ik als president, mij laten informeren door de vicepresident, door de minister van Justitie en Politie. En onmiddellijk nadat ik alle informatie gekregen had, heb ik contact gemaakt met de waarnemend procureur-generaal. En aan de waarnemend procureur-generaal gevraagd namens de regering om in deze zaak alle informatie op te vragen en ieder te horen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen zo snel als mogelijk en de samenleving te informeren over het onderzoeksresultaat. En dat is gebeurd omdat de regering de bevoegdheid heeft conform artikel 148 van de grondwet om in concrete zaken instructies te geven aan de procureur-generaal. Meneer voorzitter, we hebben ons als regering ook laten informeren, omstandig ook. En natuurlijk is het belangrijk om een goed onderzoek te verrichten. Maar daarnaast is het ook goed om daar waar er opgetreden is en daardoor ook het gevoel in de samenleving ontstaan is van beperking van persvrijheid, nationaal en internationaal, wil ik nogmaals benadrukken namens de regering, meneer voorzitter, dat geenszins het beleid is van deze regering. En dat we voorstander zijn van persvrijheid, van vrije meningsuiting. En naar de persoon van de journalist, die in dit geval een slachtoffer geworden is, wil ik ook als president, maar ook namens de regering, mijn verontschuldiging aanbieden. Maar ook naar alle journalisten, naar de vereniging nationaal en internationaal. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat, meneer voorzitter. Maar het is ook goed voor de beeldvorming, meneer voorzitter, om na te gaan wat er precies gebeurd is. En ik heb begrepen van de minister van Justitie en Politie dat alles vastgelegd is vanuit de beschikbare camera's. En als president doe ik ook een beroep op een ieder, een minister van Justitie en Politie, als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. Zodat de samenleving ook weet wat er aan de hand is. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal, omdat ik reeds de opdracht daar gegeven heb. En als dat moet, dan wil ik dat doen en ik kijk uit naar die inzichten. Een succesvol niertransplantatieproject.
Dat is wat beoogd wordt met een memorandum of understanding die op vrijdag 17 december getekend is op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Verschillende partijen uit Nederland en Suriname hebben hun handtekening onder dit document geplaatst. Voor mij is het sowieso een fantastisch project. Ik ben blij dat wij nu meer kunnen doen, als het ware, met de ondertekening van deze overeenkomst. Het is meer een overeenkomst getekend door partijen uit Nederland. Dat is Amsterdam, AMC Amsterdam en VUMC. En ook de ziekenhuizen in Suriname en de regering onder leiding, in elk geval vertegenwoordigd hier door de minister van Volksgezondheid, dokter Amr Ramadan. En deze partijen hebben dus aangegeven dat ze samen gaan werken ten behoeve van een succesvolle niertransplantatieproject in Suriname. Er is een voortraject, de transplantatie gaat plaatsvinden en er is een natraject. Er is een timeline uitgezet voor hoe zaken uitgevoerd zullen worden en wie wat gaat ondersteunen. En uit zo'n overeenkomst, of met zo'n overeenkomst, zijn we ervan overtuigd dat wij dit project succesvol zullen voltooien. En hoe staat het met de donering van nieren en dergelijke? Zijn er veel donaties? Heeft u nog meer nodig? Dus het gaat hier om, althans, we hebben een lijst met mensen die in aanmerking kunnen komen voor niertransplantatie. Dus er wordt gescreend eerst. Daarna wordt er gekeken van zijn er geschikte donoren voor deze personen. Dus dan wordt er weer een selectie gemaakt. Dan komt er een lijst. En dat is het voortraject. Daarna volgt de planning van de transplantatie zelf. En dan komt er een natraject. Wie doet wat waar? En in principe is het wat betreft de donaties, donatienier zoals u het noemt, dat komt meer vanuit een geïdentificeerde donor. En die moet dan ook in dat heel screeningstraject heen, om zeker te zijn dat het een geslaagde match is. Want het moet gematcht worden van wie kan aan wie doneren. Want dat gaat niet zomaar in principe. Dus dat is het voortraject. En daarna komt het traject waarbij de transplantatie plaats zal vinden. En dan komt het natraject. En dan is er eigenlijk een heel lange natraject daarna. Want je moet ervan bewust zijn dat het natraject niet een natraject is als een normale postoperatie natraject. Dit is een andersoortig natraject, een chronische natraject. De binnenstad van Paramaribo behoeft een gedegen aanpak. De aanblik moet in glorie hersteld en aantrekkelijk gemaakt worden voor lokale bezoekers en toeristen. In het kader hebben de ministeries van Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Sport en het bedrijfsleven middels een convenant de handen ineengeslagen. Het document werd op donderdag 16 december 2021 bezegeld. Het gaat erom, lieve mensen, dat wij onze mooie stad, want dat moet het uiteindelijk naartoe gaan, onze mooie stad, waar ook een deel van het uitgaanscentrum toe behoort, moet terug in een stukje glorie, in een stukje ontwikkeling. Als burgervader is het mijn plicht om ervoor te zorgen dat alle partijen gelijkgericht denken, dat we meedenken
Natuurlijk moeten we met z'n allen meedoen. Het gaat om Suriname. En waar nodig ook meebeslissen. En ons als regering adviseren van kijk, dat is beter. Dat kunnen we liever niet doen. Enzovoorts. De inleiding hebben al gehoord wat het belang is, et cetera. Maar ik was een beetje bang. En dan heeft het lang geduurd. Ik was bang om een overeenkomst te sluiten. Want je weet, mensen in het bedrijfsleven zijn heel strak wat controle betreft. Maar het is gelukt en daar ben ik blij om. Want ik weet, in het bedrijfsleven wil men acties zien. Maar het moet ook gecontroleerd worden, het moet gemonitord worden. En jullie, de overheid is zwak. Daar was ik bang eigenlijk om overeenkomst te tekenen. Maar ik ga je zeggen waarom ik wel ervoor heb gepleit. Je hebt gezien, toen ik minister was, heb ik ook veel overeenkomsten getekend. Maar dat is het niet. Een overeenkomst moet gemonitord worden en nageleefd worden. Daarom wil ik dat hebben, want er was ook geen platform. En ik ben iemand, ik werk met documenten. Dus als we een referentiekader hebben, is het goed. En dan gaan we ervoor zorgen dat elk jaar, in feite hebben wij twee keer verplichte rapportage bij het ministerie van OE. Ik weet niet wat daarvoor gebeurd wordt, maar bij mij geldt dat echt. Ik heb gisteren nog verweringsbrieven gestuurd naar mijn afdelingshoofden. Wie niet rapporteert, moet verweren. Rapportage is verschrikkelijk belangrijk voor mij. Ik ga niet overal kunnen zijn bij alle 100 overeenkomsten. Ik moet de rapportage zien. Ze moeten zich verweren. Waar heb je niet gerapporteerd? Als je niet kan, plaats maken en hou iemand anders zetten. Dus ook voor deze overeenkomst gaat er een speciaal persoon aangewezen worden. Die moet rapporteren zodat ik de vorderingen, wij allemaal de vorderingen zien. En daarom heb ik gepleit altijd, laten we een overeenkomst sluiten. Het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 heeft de criteria voor het toedienen van boostervaccinaties bijgesteld. Vanwege de dreiging van de Omicron-variant is het van belang zo vroeg mogelijk en gedegen beschermd te zijn. Javier Azin, voorzitter van het Coördinatieteam, heeft tijdens de persconferentie van donderdag 16 december 2021 dit besluit uiteengezet. Boosters zijn heel erg belangrijk. Boosters zijn overigens niet iets uitzonderlijks. Dat is iets wat gebruikelijk is. En zeker bij een jong of een virus dat pas bestaat, waarin het lichaam om na de zoveel tijd een oppepper nodig heeft om de weerstand opnieuw op te bouwen tegen een infectie met het echte virus. Goed. Omdat die boosters zo belangrijk zijn, zijn wij al in de vierde golf. Dus al ruim van tevoren, ik denk dat jullie de berichten uit Nederland ook wel volgen. In Nederland wordt erover geklaagd dat ze te laat zijn begonnen. Wij zijn ruim van tevoren begonnen. Op dit moment zijn 15.000 mensen in Suriname geboosterd. Dus hebben een boostervaccin gekregen. We hebben vervolgens nu besloten om de criteria te veranderen. In die zin dat we niet meer 40 plus, maar 18 plus een booster gaan toedienen. En dat betekent, als we kijken naar een termijn van 5 maanden geleden, dat er nu ongeveer 45.000 mensen een boostervaccin, dus een derde dosis, toegediend moeten krijgen. En we hebben, zoals ik al zei, 15.000 toegediend. Dus er zijn nog 30.000 mensen die nu, op dit moment, vandaag, in aanmerking komen voor een booster. Nederland heeft zelfs, daar wil ik ook maar mee aangeven hoe er internationaal over Omicron wordt gedaan. Zij hebben de termijn voor de booster teruggebracht van 6 maanden naar 3 maanden. Dat overwegen wij ook in Suriname. En dat zou betekenen dat we vandaag 158.500 mensen een boosterinjectie zouden moeten geven. Dus een derde dosis zouden moeten geven. Ik wil daarbij echt benadrukken dat we dat niet voor onze hobby doen. Want eigenlijk zouden we deze dosis moeten bewaren voor de mensen die een eerste dosis nog moeten krijgen. Jullie weten dat maar 47% volledig gevaccineerd is en 55% heeft een eerste dosis gehad. Dus ongeveer de helft van de doelgroep en meer dan de helft van de bevolking zou eigenlijk nog een eerste dosis moeten hebben. Suriname heeft zich gecommitteerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030.
Eén hiervan is dat de energie voor een ieder beschikbaar moet zijn. Zo sprak minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen op zondag 12 december 2021 bij de ingebruikname van het elektriciteitsnet voor dorpen in het resort Papatam. Hij kondigde een grootschalig elektrificatieproject aan voor ruim 100 dorpen in het binnenland. Ik heb een afspraak aan Abigigon Tapu, naar de Verenigde Naties. Taki wogi alasana mafaya. Ja? Maar dat die moet doen voor si ayali 2030. Maar hoe zeg je si van weet jij en waka? Wou wacht dit 2030? No kaba u begin. A president commissaris, zo net als som op. Alla den PC, den 15 PC, pio poti stroom kaba. En it's just the beginning. Na begin goede, omdat boemvoer moro projecten in voorbereiding, trouwens dekbaar in uitvoerende fase. Ja, mevrouw Jordan, Kari bijvoorbeeld Godolo, maar sommige kan karma aantal presidenten per goede bezig no. En begin trajari, we beginnen aan het toeboem begin project per meer dan 100 dorpen in het binnenland Fusranam. Ook is die stroom, zonne-energie. Ja, no, hoe de bezig gaan maar weinig, maar yes, maar ik dacht, ja, maar dat is zo maar weinig. Omdat a beleid voor die aheer kondre stroom, dan ik kan doen tap toefassie. EBS heb je een bestaand netwerk kaba. Ik kan luku, pe ik kan brei aan net voor EBS uit. Maar een keer van een voorbeeld kan je zo net godolo. Desmas aan Sabi Pegodolo de. Ja, poi hali EBS stroom Gwetenanda. En net voor EBS sande no. Dus wat optie sande na zonne energie. Gimaro weinig pe ude no. A optie san we rokoden tapu na uitbreiding voor bestaand net voor EBS. Ja, dus desmai taki ja a focus de tumsi na maro weinig. Dat neem. Maar boven Suriname, boven Marowijnen, Lawa, Tapanahoni, boven Saramaka, Quinti gebied, alle bovenlandse inheemse dorpen, die komen aan de beurt, maar via zonne-energiesystemen, zonnepanelen. Een hybride systeem, paneel normaal liever moro. Batterij etek over, de batterij legi, een generator etek over. Op die manier gaan we alle dorpen in het binnenland. Ja? Van 1 naar 24 uur stroom voorzien. Ja? Want dat project zijn de morgen die de dorpen voor Para, Pikin Saron, Bigi Poika omgeving. Maar ook to Kwakugrong in district Brokopondo, dat die na alleen voor EBS naar Bakasanderij Ohar Gomiti den dorp dat die. Dus we zijn bezig mensen, omdat die opdracht van de president en de vicepresident duidelijk is, opdracht na taki alastranamang muskisi stroom en het liefst binnen deze regeerperiode. Daarom we begin nono, daarom we begin zo vroeg, omdat 2025 die we komen op Popokanda. Am demo op basis voor de issue ja zo wat aan afaya. Dus aan de you abi rechne tapu. Ja, maar in het verleden hoe ben je altijd taki sma be meg misbruik voor jou. Maar unu feni taki no ba umus beginnen aan deze andati. En die opdracht is duidelijk. En iedereen zal voorzien worden omdat uno motto nataki we leave no one behind. We zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.